Hallo, mijn naam is Bart de Pauw, online docent Nederlands. Welkom bij Heb je zin? Dit is een herhalingsles. We oefenen zinnen met de grammatica van Hashtag Dutch Grammar 1 en de eerste 14 lessen van Hashtag Dutch Grammar 2. Ching en Martin staan nog steeds op het bruggetje bij het meertje. Martin heeft liefdesverdriet. Want Ching heeft Martin verteld dat Marieke verliefd op Gianluca is. Zij troost hem. Ik ben zo verdrietig. Ik wilde met Marieke naar dit bruggetje komen om samen naar de maan te kijken, terwijl die over het water schijnt. En dan wilde ik haar vertellen dat ik haar leuk vind. Het is zo romantisch hier. Kom op, Martin. Marieke is echt het leukste meisje in de wereld. Dat begrijp ik, Martin. Ching, heb jij wel eens liefdesverdriet gehad? Oh, ja hoor, genoeg. Maar gelukkig gaat dat altijd over. Ja, natuurlijk. Als je verliefd bent, denk je dat die persoon de enige is. De leukste, de mooiste, de liefste. Maar, echt waar, je komt altijd weer iemand tegen die ook heel leuk is. Martin, geloof me, er zijn nog zoveel leuke meisjes in deze wereld. Nee, dat geloof ik niet. Andere meisjes zijn niet leuk, niet mooi en niet lief. Nou, dank je wel, Martin, zegt Ching. Oh, sorry, Ching. Zo bedoelde ik het natuurlijk niet. Jij bent ook wel leuk, hoor, en ik vind het lief dat je mij troost. Vind je dat? Dus je vindt me wel leuk en lief, maar niet mooi. Nee, sorry, dat bedoelde ik niet. En eigenlijk, als ik zo naar je kijk, je bent ook echt wel een mooi meisje. Dus je vindt me lief, je vindt me leuk en je vindt me mooi. Ja, eigenlijk wel. Misschien moet je dan eens vragen of ik al een vriend heb. Heb je een vriend? Nee, ik heb geen vriend. Ik ben nog vrijgezel. Ondertussen wordt het langzaam donker bij het bruggetje. Kijk eens naar die maan, zegt Martin. Eigenlijk best romantisch. Het liefdesverdriet van Martin duurde niet zo lang. Hij heeft nu iemand anders om samen romantisch naar de maan te kijken. Gelukkig maar. En hoe is het eigenlijk met Marieke en Gianluca? Dat zien we de volgende keer bij Heb je zin? Doei!